Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Eva Fleming en ik ben voorzitter van World Youth for Climate Justice. En ik kom jullie vertellen over het initiatief om klimaatzaak bij 's werelds hoogste rechter te starten. 1.5 degrees is enough to survive, but not to thrive. Dat is een uitspraak van collega en vriend Solomon Yeo van de Salomonseilanden. Wat hij zegt is dat als we de opwarming van de aarde tot 1,5 graad weten te beperken, dat dat mensen laat overleven. Maar bij lange na niet genoeg is om een voorspoedige toekomst te werkstelligen. Want door broeikasgasuitstoot warmt de wereld op, stijgt de zeespiegel en verdwijnen kleine eilandstaten. Met name in Oceanië, in de Cariben, over de hele wereld hebben kleine eilandstaten het zwaar te verduren. De uitstoot van een kleine eilandstaat, bijvoorbeeld ook in het Caribisch gebied waar de Nederlandse, waar ook Nederlandse eilandstaten liggen, zijn namelijk zo klein dat hun eigen klimaattransitieplannen bij lange na niet genoeg zijn om hen te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Mensenrechten staan onder druk. Maar klimaatverandering heeft ook ten gevolge dat er meer extreme weersomstandigheden zijn. En volgens het VN-klimaatpanel, het IPCC, zullen kinderen die vandaag geboren worden 4 keer zoveel extreme weersomstandigheden in hun leven meemaken in vergelijking met iemand die vandaag de dag al 55 jaar oud is en die dat allemaal niet zal meemaken. Dus de klimaatcrisis is ook een crisis tussen generaties. Oudere generaties die veel meer hebben uitgestoten, die veel meer fossiele grondstoffen hebben gebruikt, en jonge en toekomstige generaties die met de gevolgen ervan moeten leven. Klimaatrechtvaardigheid. De klimaatcrisis draait dus om rechtvaardigheid. En dat kan er op veel verschillende manieren uitzien. En waar ik vandaag op zal focussen, zal dus gaan over rechtvaardigheid tussen generaties en rechtvaardigheid tussen delen van de wereld. Want als we dit soort grote onrechtvaardigheden willen aanpakken, dan hebben we dus ook een mondiale aanpak nodig. Grote thema's moeten opgelost worden op internationaal niveau. Met dat uitgangspunt, het uitgangspunt van internationale samenwerking, zijn in 2019 27 studenten van de University of the South Pacific in Vanuatu, gelegen in Oceanië, bij elkaar gekomen om hun overheden aan te spreken. Zij wilden de klimaatcrisis voorleggen aan 's werelds hoogste hof. Dat is het VN-hof, het internationaal gerechtshof, gelegen in Den Haag, dus in ons eigen Nederland. Het VN-hof, wat hier zo speciaal aan is, is dat alle landen van de wereld er partij bij zijn. En ze gaan over grote thema's van internationaal vrede en recht. Ze hebben eerder uitspraken gedaan, het Hof heeft eerder uitspraken gedaan over genocide, over decoloniale kwesties. Er ligt nu een zaak voor over de Oekraïne-oorlog. Dus dit Hof is echt perfect gepositioneerd om op internationaal niveau mondiale uitdagingen aan te pakken. Maar wat zo speciaal is, is dat het Hof nog nooit een klimaatzaak heeft gehad. Het Hof kan 3 belangrijke functies vervullen om wel, als er wel een klimaatzaak voor ligt. Namelijk, het kan ten eerste duidelijkheid bieden over de verplichtingen die landen hebben om mensenrechten te beschermen. Dus ook jongere, toekomstige generaties. Over de hele wereld zijn er duizenden klimaatzaken bezig. Dus ten tweede kan het Hof ook richting bieden aan rechters op regionaal, nationaal en lokaal niveau wanneer zij hun zaken moeten beslechten. En ten derde kan het Hof klimaat en mensenrechten en daarmee ook de belangen van toekomstige generaties en de rechten van jongeren en kinderen nauwer verweven. Maar alleen de VN of landen kunnen naar het internationaal gerechtshof stappen. En daarom schreven deze studenten in 2019 een brief aan de overheid van Vanuatu. Een van deze aanvoerders was Solomon Yeo. Eind 2019 had ik tijdens de klimaattop in Madrid de kans om Solomon te ontmoeten. En hij vertelde me dat het zo belangrijk is dat niet alleen kleine eilandstaten in Oceanië, maar juist ook
landen uit andere delen van de wereld bij elkaar komen bij de VN om deze zaak te steunen. Waarom? Aan de ene kant is er een meerderheid van de VN nodig om deze zaak voor te leggen. Dus het gaat om getallen. Je hebt gewoon een aantal landen nodig, minimaal 90 landen nodig, om deze zaak te starten. Maar aan de andere kant biedt het ook meer ruimte aan het Hof als er mondiale steun is voor dit verzoek. En daardoor zal het Hof ook een beetje verder durven te gaan dan als het alleen vanuit een bepaalde regio komt. Internationale samenwerking was dus weer het uitgangspunt. Met deze oproep van Solomon zijn we samengekomen bij de klimaattop in 2019. Samen met activisten uit Zuid-Afrika, uit de Fiji, de Filipijnen, Aruba en Duitsland. En hebben we World Youth for Climate Justice opgericht. Dit is een mondiale jongerenbeweging die onze overheden verzoeken om de eerste klimaatzaak bij het Hof te starten. Over heel de wereld voeren jongeren campagne, geven we workshops over internationaal recht. We voeren gesprekken met onze ministers en politici en overheden. We schrijven brieven aan kamerleden, aan organisaties. We doen mee aan klimaatprotesten. En op deze manier proberen we onze stem te laten horen en ervoor te zorgen dat we steun vergaren voor dit unieke verzoek. 4 jaar later, aangevoerd door jongeren en onder leiding van onder andere Vanuatu, maar ook zeker gesteund door andere kleine eilandstaten uit Oceanië en de Cariben, is er op 29 maart 2023 bij de VN, voor de eerste keer in de geschiedenis van de VN, steun uitgesproken om deze klimaatzaak bij het Hof te starten. Dit laat zien dat de stemmen van jongeren van over de hele wereld hun overheden ertoe aan hebben gezet om deze klimaatzaak te starten. En dat betekent dat je invloed hebt op grote processen. Grote uitdagingen waarbij het misschien op het eerste gezicht lijkt alsof je niet in staat bent te handelen of alsof je individuele bijdrage niet genoeg is. Maar als je je verenigt, als je samen je stem laat horen, dat je echt heel veel voor elkaar kan krijgen. Dit betekent dat nu dus in Den Haag, bij het Internationaal Gerechtshof, deze klimaatzaak aanhangig is gemaakt. En dat alle landen van de wereld de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan dit proces. Maar het is natuurlijk niet genoeg dat deze zaak begonnen is. We moeten natuurlijk ook zorgen voor een rechtvaardige uitkomst. En dat kan op 3 manieren. In de uitkomst moet het Hof ervoor zorgen dat toekomstige generaties nog een leefbaar thuis hebben op deze wereld. Dus dat betekent dat het Hof argumenten over mensenrechten, over intergenerationele rechtvaardigheid tot zich moet nemen. En dat ook prominent moet stellen in de uitkomst van deze zaak. De tweede betekent het ook dat jongeren een stem moeten hebben in de rechtszaal. Bij dit soort processen is het vaak de neiging dat advocaten hun eigen soort van in isolatie hun eigen proces doen, maar dit gaat om onze zaak, van jongeren van over de hele wereld, van mensen over de hele wereld. Dus dat betekent dat we ook een stem nodig hebben in de rechtszaal en daarom vragen we bijvoorbeeld aan onze overheden om een jongerenvertegenwoordiger op te nemen en zich direct tot het Hof te laten richten, zodat rechters ook van jongeren horen waarom het zo belangrijk is en dat het zo belangrijk is dat er een ambitieuze klimaatuitspraak komt te liggen. En ten derde is het van groot belang dat het Hof weet dat jongeren, kinderen en mensen over de hele wereld meekijken naar dit proces. Het is niet een proces in isolatie, maar het draagt echt bij aan internationale klimaatactie, aan nationale, internationale, regionale klimaatzaken. En dat betekent dat ook iedereen kan bijdragen, ook buiten het Hof. Dus we denken aan een groot klimaatprotest voor het Hof. We denken aan een klimaatfestival met gesprekken, dialogen over wat het nou inhoudt, wat klimaatrechtvaardigheid nou echt inhoudt. Of bijvoorbeeld een tentoonstelling met portretten van jongeren over de hele wereld die geraakt worden door klimaatverandering. Er zijn heel veel manieren om een gezicht te geven aan zo'n klimaatzaak. En daarom is mijn oproep ook aan jullie om
onderdeel te worden van deze mondiale beweging. Want samen kunnen we ervoor zorgen dat deze uitkomst rechtvaardig is. Dat deze eerste klimaatzaak gaat over klimaatrechtvaardigheid. En Solomon Yeo zei dat 1,5 graad nodig is om de meest kwetsbaren op deze aarde te laten overleven. Maar het is... Maar dat betekent niet dat het klimaatcrisis een doembeeld is. Het betekent ook, hopelijk, dat ik heb laten zien dat deze zaak ook een zaak is van hoop. Dat we grote processen in gang kunnen zetten en rechtvaardige uitkomsten kunnen bewerkstelligen als we samenwerken, als we onze stem laten horen en als we onze overheden aanspreken, bedrijven aanspreken. Als we samenwerken en er echt voor zorgen dat we met elkaar in gesprek blijven, dat we actie ondernemen en dat we ook niet bang zijn om ook op internationaal niveau de middelen die tot onze beschikking staan in handen te nemen. Dus sluit jullie alle aan bij World Youth for Climate Justice. Spreek je uit voor klimaatrechtvaardigheid en vind ook een manier om dit soort processen te beïnvloeden. En dat kan dus vanuit binnen de rechtszaal, van buiten de rechtszaal. Er is voor iedereen een plekje in deze klimaatrechtvaardigheidsbeweging. Dank jullie wel.